Verliezen met een paar duizendste, hoe is dat? Nou ja, ik ken het gevoel redelijk goed. In Berlijn was ik ook tweede op een honderdste. En ja, dat is even zuur. Ja. Alleen ja, als je dan even wat verder in de tijd bent, dan denk je van toch goed gedaan, Jan, denk je dan. Goed gedaan, Jan, ook hierbij, van mijn kant uit. Je rijdt 35-27. Dan komt Tucker Fredericks, die rijdt 35-27. Wat is je eerste gedachte? Hopen dat ik even een paar duizendste sneller ben. Alleen dubbeltje viel net zijn kant op, dus ja, dat kan gebeuren. Ja, daar komen nog een paar kanjers aan de starten, waaronder in de laatste rit Kato en Kansuk Lee, de winnaar van gisteren. Ja, die halen het niet. Nee, daarom is dat, dat verbaast me zozeer dat ik dat zij gisteren wel gewoon erg hard reden en ja, vandaag niet. En ja, dat maakt me extra blij natuurlijk dat je tweede wordt. Ja, is dat verbazend? Eigenlijk hoef je je daar niet meer over te verbazen, want jij hoort tussen die mannen te staan. Alleen gisteren had je een misser. Ja, daarom. Maar je moet het toch altijd wel weer bewijzen. Elke wedstrijd is er weer nieuw. En zo zie je dat het podium op de 500 meter, het podium van gisteren, dat was nergens te bekennen vandaag. En zo zie je hoe sprint, hoe dicht het op elkaar zit. Ja, dat was volgens mij in Berlijn toen ook al zo. Je race vergeleken met gisteren, wat was er anders? Ja, ik was voor mezelf ietsje scherper. Gisteren toch een beetje jetlag en slecht slapen en niet helemaal in mijn ritme zitten. En ja, daar was ik misschien een beetje van door verslag. En dat heb ik vandaag wel goed gemaakt en zelf tegen mezelf gezegd van gezeur meer. En nu gewoon scherp zijn bij de start. Ja, ook veel minder missers en zo, veel, veel meer vlekkeloos. Ja, zeker. Coördinatief was het veel beter. En gisteren zaten er echt aanwijzelijke fouten in die niet goed gingen. En dat bleef me vandaag gespaard. Was het geheim ook een beetje, je zei gisteren van als ik een bed zie, dan ga ik erin liggen. Maakt niet uit hoe laat het is. Ja, nou dat heb ik gisteren wel gedaan. Ik heb heerlijk geslapen. Dat was het geheim voor vandaag, voor deze tweede plaats? Nee, ik schaats gewoon een stuk beter en technisch liep het gewoon wat goed. En ik had Jack gisteren nog even aan de telefoon en die had het op tv gezien dan. En die had me nog wat tips gegeven en komt het toch nog wel goed. Blij met de tweede plaats? Ja, uiteindelijk moet je er gewoon super blij mee zijn. Ja.